beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Zaterdag reist Soccer Reporter af naar het sportcomplex Het Bos om een video samenvatting te maken van de competitiewedstrijd in de vierde klasse D tussen Lekvogels en Groot Ammers. In terugblik laten wij u de doelpunten zien van GES LFC Leerdam. Voetbalvereniging Lekvogels is opgericht in 1945 en speelde vanaf 1999 in de vierde klas, met als beste resultaat de derde plaats in 2009. Ton Delfgauw is de hoofdtrainer van Lekvogels. Ook volgend seizoen is Ton Delfgauw hoofdtrainer van Lekvogels. Lekvogels doet dit seizoen uitstekend en staan op een keurige vierde plaats met 13 gespeeld, 23 punten. Brakel is de ongenaakbare koploper in 4D met 13 gespeeld, 34 punten. Maar voor de mannen van Ton Delfgauw zit er misschien wel een periodetitel in dit seizoen. Uit of thuis maakt wel verschil uit voor Lekvogels, want thuis is men nog ongeslagen. Er werd 4 keer gewonnen en 3 keer gelijk gespeeld. Uit werd er 2 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 2 keer verloren. Wil Lekvogels mee blijven doen om de prijzen, mogen er zaterdag geen punten worden gemorst tegen Groot Ammers, die evenveel punten hebben als Lekvogels, maar een wedstrijd minder. In de uitwedstrijd tegen Groot Ammers werd het 1-1. Voetbalvereniging Groot Ammers is opgericht in 1932 en speelde afwisselend in de derde en vierde klasse. Vanaf 2017 speelt Groot Ammers weer in de vierde klasse. Ferry van Dijk is de hoofdtrainer van Groot Ammers. Groot Ammers begon uitstekend aan de competitie. De eerste 4 wedstrijden werden gewonnen. Maar daarna kwam er wat zand in de motor en liep het minder gesmeerd bij Groot Ammers. Groot Ammers staat momenteel op de derde plaats met 12 gespeeld, 23 punten. 11 punten minder dan koploper Brakel, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. NVV 58, dat op de tweede plaats staat, heeft 3 punten meer dan Groot Ammers, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Groot Ammers won thuis 3 keer, speelde 2 keer gelijk en verloor 1 keer. Uit werd er 4 keer gewonnen en 2 keer verloren. Ook Groot Ammers zal alles in het werk stellen om een periode te winnen. Hoewel de competitie nog lang is, blijkt Brakel toch de grootste favoriet voor de titel. Maar het blijft voetbal en alles is mogelijk. De wedstrijd staat onder leiding van de heer R.A. de Roon. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een leuke en spannende wedstrijd van te maken. We laten u nu de doelpunten zien van GES LSC Leerdam. Ja, beste kijkers, het zit er weer op. Kom zaterdag in grote getale naar sportcomplex Het Bos om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Bent u helaas verhinderd? Geen probleem, want vanaf zaterdagavond kunt u een video samenvatting zien van de wedstrijd op soccerreporter.nl en regiovoetbal.nl.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.